Op woensdag 24 januari vond in basisschool De Moespot in Tiel het 10e Burgerweeshuis schaaktoernooi voor schoolteams plaats. Dankzij de sponsoring van Stichting Burgerweeshuis streden 26 teams van 4 spelers om de felbegeerde trofee. In dit door de schaakvereniging Rivierenland georganiseerde toernooi. Er deden scholen mee uit onder andere Tiel, Culemborg, Neder-Betuwe en Buren. Ja, het schaaktoernooi dat past precies in de doelstellingen van de stichting. Want het is voor de jeugd, het is voor Tielse jeugd en de dorpen eromheen natuurlijk. En daarbij Stichting Burgerweeshuis, dat houdt ervan dat kinderen zich ontwikkelen. Nou, het schoolschaaktoernooi past daar perfect bij. Hè? Schaak is heel goed voor het koppie. Rond het jaar 2000 stopte het schaaktoernooi ineens. En toen, de schaakverenigingen waren waarschijnlijk te klein. Die zijn in 2005 gefuseerd. En ik had toen het idee van, nou, misschien is het weer leuk om opnieuw te beginnen met schaaktoernooi. Toen heb ik wat scholen gepolst, die hadden ook belangstelling. Toen heb ik de schaakvereniging gebeld. En het bestuurslid van jeugd, Dirk van Zetten, die was gelijk dol enthousiast. Zijn samen begonnen om het op nieuwe poten te zetten. Nou ja, dat is nu geresulteerd in een groot regionaal toernooi. We hebben het duidelijk gescheiden. Ik doe de organisatorische kant, contacten met scholen en dat soort dingen. En Dirk doet dus echt het schaaktechnische gedeelte en alles wat daarmee te maken heeft. Daar heb ik gewoon geen verstand van. Ja, je begint in juni al de scholen de datum door te geven, zodat ze met een planning rekening kunnen houden. Nou ja, dan komt de inschrijving en af en toe moet je scholen nabellen. En ja, tijd. Als ik bij elkaar ga tellen, geen flauw idee. Ik ben gepensioneerd, dus ik heb alle tijd van de wereld, niet waar.